Oké, u mag het gesprekje heel even afronden. En dan wil ik een aantal van u vragen wat het korte gesprekje over deze twee vragen heeft opgeleverd. Waar bent u zoal op gekomen? Mag ik bij u beginnen, meneer? Wat hebben jullie besproken? We begonnen het heel snel over vliegen te hebben. Over waar we zijn geweest op de wereld. Hoeveel we weten van andere plekken op de wereld. Dankzij globalisering dus. Dat is iets wat het u heeft gebracht. Maar dat is al volgens mij een generatie voor mij. Dat is gebeurd. En er is nu zoveel informatie over wat er allemaal gebeurt in de wereld. Wat moet je daarmee? Hoe moet je duiden? Wat is het enorm betekenisvol en moet je er absoluut iets mee? Of wordt het alweer door een volgend iets opgevolgd? Dus daar hadden we het een beetje over. Ja. Oké, dus u stuit eigenlijk ook meteen op een soort vraag van globalisering brengt ons dat we zoveel weten van al die landen en wat er gebeurt in de wereld, maar tegelijkertijd, hoe moet je dat duiden? Wat moeten we eigenlijk met al die informatie die we krijgen? Ja, heel goed punt. Ik ga even hierheen. Wat kwam er in jullie gesprekje naar voren? We hebben vooral veel vragen gesteld aan meneer, omdat meneer ook veel met INEA bezig is geweest in zijn carrière. En dat vonden wij wel interessant, ze hebben er veel vragen gesteld. En wat is naar voren gekomen? Dat in de documentaire dat meneer zeker wel dingen herkent. Alleen er ook wel dingen zijn laten liggen als bijvoorbeeld achtergesteldheid van de vrouw. Of een kastenstelsel wat nog steeds ontzettend heerst. Oké, dus een paar dingen die jullie nog gemist hebben in de documentaire, maar waar we wellicht dadelijk nog over kunnen spreken. En die vraag van wat heeft globalisering gebracht en herken je iets van die woede die ook in de documentaire naar voren komt? Woede vind ik lastig om te zeggen, omdat je wel dingen om je heen ziet gebeuren. Dus hier in Nederland zou je het wel, denk ik, ook wel kunnen, die lijn kunnen trekken, zeg maar. Bijvoorbeeld, even heel extreem, gele hesjes, populisme wat hier wel opkomt, ook in westerse samenlevingen. En qua globalisering, wat ik herken, even een heel concreet voorbeeld. Ik kan volgend jaar bijvoorbeeld studeren in het buitenland. En die connecties die zijn gemaakt tussen universiteiten, dat is wel een gevolg van globalisering. Ja, dus de scholing en de mogelijkheid om in andere landen ook te kunnen studeren. Is daar weer een winst van? Ja, dankjewel. Nog even hier achterin kijken. Bij u, meneer. Wat heeft globalisering u gebracht en herkent u iets van de woede die we net hebben besproken? Het antwoord is allebei ja. De globalisering heeft mijn leven enorm verrijkt. Kennis en netwerken, internationaal. En het gaat niet eens zozeer woede, het gaat bij mij meer om machteloosheid. Want die globalisering, dat is in de documentaire ook duidelijk, heeft ook een enorme kloof geslagen. Dat zien we ook in Nederland, wat jullie ook zeiden, dat klopt. En je ziet het ook in India. En mensen die geprofiteerd hebben van de globalisering, zijn er dus absoluut nog niet in geslaagd om die kloof te overbruggen. Dat vind ik echt heel erg. De kloof te overbruggen, dat is iets wat u nog het meest denkt van hoe gaan we dat doen? Daar ligt een groot gat tussen de winnaars eigenlijk van die globalisering en de verliezers, zoals je zou kunnen noemen. Ja, dank u wel. Nog iemand die nog iets wat nog niet genoemd is en zegt, dat moeten we niet vergeten. Dat hebben we ook gewonnen met globalisering. Of daarin zie ik de woede ook sterk terug. Nog iemand die daar nog een aanvulling bij heeft, meneer? Een van de twee dingen die wij ook besproken hebben is, eentje is de slechte verdeling van de welvaart. Hè, dus dat alle rijkdom toch bij een beperkte groep mensen en bedrijven komt. En aan de andere kant ook de uitbuiting van de onderklasse. Die last heeft van de globalisering waar grote bedrijven misbruik van maken. Ja. Die woede begrijpt u? Ja. Ja, zeker. Goeie toevoeging. Daar zullen we zeker ook nog meer over komen te spreken. We gaan het panel van gasten hier langzaam opbouwen. Olaf, ik zou graag jou als eerste naar voren willen. Nou, komen jullie alle drie maar vast naar voren. Dus Jos en Sandra ook. Dan mag jij hier plaatsnemen. Welkom. Neem vooral ook een glas water als je dat graag wil. Jij mag op de laatste stoel gaan zitten en dan mag Jos in het midden plaatsnemen. En wie van de drie?
Olaf, even met, ik laat nog even zien wie jullie zijn. Met jou te beginnen, jij hebt de research gedaan voor deze documentaire. Ja. Maar jullie wilden deze film eigenlijk, volgens mij, 2 jaar geleden, klopt dat ook al maken? Ja, nou ja, het is een lange geschiedenis, deze hoe heet het, documentaire. We zijn, omdat het boek van Pankaj Mishra, Age of Anger, of zoals woede, Tijd van woede. Dat is alweer 2 jaar oud. En toen het net uitkwam, toen lazen we dat. Toen hadden we zoiets van, we moeten daar iets mee doen. En toen hebben we Pankaj Mishra benaderd. En hij was heel erg genegen om, om daar inderdaad ja, iets met ons te gaan ondernemen. En toen zei hij eigenlijk van, als je wil begrijpen hoe ik dit boek geschreven heb, moet je met me meegaan naar de Himalaya's, het plaatsje Mashobra, wat jullie hebben gezien. Want daar heeft hij eigenlijk het hele idee, het hele verhaal geconcipieerd. Maar hij heeft ook gezegd, eigenlijk zie je daar in het klein, in dat dorpje, in die gemeenschap van Shimla, wat er aan de hand is in de wereld. En dat leek ons, ja, wij zijn filmers, we moeten er televisie van maken of een documentaire. Dus het leek ons een geweldige uitkomst om dan alles op één plek, eenheid van tijd, plaats en handeling, dat bij elkaar te hebben. En dan kun je een prachtig verhaal vertellen. Maar dat ging met wat hobbels, want op het moment dat we dat wilden gaan doen, was het ineens hoogzomer en moesson. En dan is het niet zo heel mooi om daar te draaien. Nou, hij werd ziek, er kwamen van allerlei tegenslag. En toen we vorig jaar mei weg zouden gaan, toen werd Soutien, de regisseur, werd ziek. Toen zou ik het gaan maken, als regisseur erheen gaan, maar toen bleek ik op de zwarte lijst van de Indiase ambassade te staan. Dus ik mocht het land niet in. Oh, dat is interessant. En toen moesten we alles naar september van dit jaar opschuiven, of van het afgelopen jaar opschuiven. Ik mocht niet mee, want ik sta nog steeds op die zwarte lijst. Ja, want even, hoe ben je daarop terechtgekomen? Ja, dat wil iedereen weten. Ik ben ooit ondeugend geweest. Ik heb ooit voor de VPRO iets gemaakt en daar heb ik niet volgens de regeltjes gedaan van de Indiase overheid. En ik had geen journalistenvisum en toen hebben ze me op een lijst geplaatst. Maar dat is alweer 10 jaar geleden of zo. Ik dacht dat dat allemaal wel zou zijn verjaard, maar nee. Yes, nee. Maar goed, dus we zijn er lang mee bezig geweest. Ja. Maar ik vind uiteindelijk het resultaat wel nog steeds staan als een huis. Ja. Het is een mooie film geworden. Ja, want je zegt van, wij lazen dat boek toen 2 jaar geleden, wat Mishra schreef. En jullie dachten meteen, daar moeten we iets mee. Wat triggerde het? Nou ja, kijk, Mishra beschrijft eigenlijk gewoon een geschiedenis vanaf de industriële revolutie. En hij, het is een wat dat betreft echt een, hij doet zijn huiswerk goed. Hij zegt, je hebt heel veel technologische innovaties, revoluties gehad. En bij elke revolutie is er weer de belofte aan ons allemaal dat we het beter gaan krijgen. En dat we meer geld gaan verdienen. En dat het nou, uit de armoede valt, et cetera, et cetera. En bij elke revolutie wordt er steeds weer een groep mensen op achterstand gezet. En die kan daar niet van profiteren. En nou ja, dat hele neoliberale project wat begin jaren 90 een soort start kreeg. Daarvan zien we nu, en dat denk ik wel wereldwijd, de backlash daarvan. Want er zijn gewoon heel veel mensen die niet hebben kunnen aanpikken. En vooral natuurlijk weer in alle ontwikkelingseconomieën of in landen in de derde wereld mogen we niet meer gebruiken. Maar alle landen die nog bezig zijn om een goede vorm van economie op poten te zetten. De onderklasse is nog steeds slecht af. En India is daar wel een heel goed voorbeeld van. Maar in Amerika inmiddels ook. Daar is ook een grote hoeveelheid van de bevolking is gewoon arm. En ik weet niet of ze van een dollar a day moeten leven, maar het scheelt niet veel. Mm-hmm. Ja. Dat boek van hem kwam op het moment dat Trump aan de macht kwam. Dat is ook alweer 2 jaar. Maar toen dachten we, ja, dit is door de Indiase bril zien we het verhaal wat er in Amerika gebeurt. Dus dat was onze reden om daarmee aan de gang te gaan. Ja, ook als een raamwerk inderdaad voor meerdere bewegingen die we op dit moment zien. En wat is nou in de research en toen jullie daar waren in India om deze film te maken, wat waren elementen of misschien één ding wat jou ontzettend verraste? Dat je dacht, wow, dat... Nou, ik volg India al ook al 20 jaar of 25 jaar en ik ben er ook veel geweest. Ik vond eigenlijk het meest verrassende element, want dat zegt
Pankhurst ook die hele, dat BGP en dat hindoe-nationalisme is iets wat eigenlijk al heel lang bestaat. Alleen het heeft ineens een soort vlucht gekregen na 2014. Maar dat verhaal wat Snigdha Poonam, de andere vertelster, heeft, die heeft dat boek Dreamers geschreven. Die, hoe zeg je dat, die soort droom van de jonge generatie, de twintigers, dertigers, die eigenlijk gewoon niet meer in welke verhouding, of niet meer reëel is van wat ze eigenlijk kunnen en wat ze hebben. Maar ze willen wel heel veel. Dat vond ik interessant om te ontdekken, want ik heb in 2001 ooit een uitzending gemaakt over de Indiase callcenter-industrie. En dat waren toen ook diezelfde jongeren, studenten die net klaar waren, die, nou ja, die echt met het vliegtuig, zeg maar, die gingen enorm in de lift qua inkomensstijging en dergelijke. Die generatie, nu 20 jaar, die nu zegt de nu twintigers, die denken allemaal dat ze inderdaad manager in Hollywood of in Bollywood kunnen worden. Of dat ze de baas van een grote bank kunnen worden. Terwijl ja, er is iets misgegaan daar. En dat is niet alleen maar in India, dat zie je in heel veel landen, ook in West-Europa en in Amerika. Dat fenomeen was voor mij nieuw. Dus dat heb ik er echt wel van geleerd, ja. Ja, echt wat jullie ook noemen, hè? Die belofte die dus niet voor heel veel mensen die daar nog steeds in geloven, maar waarvan je gewoon merkt dat gaat het niet horen. Maar gewoon ook omdat het er niet, hè, als je 1 miljoen afgestudeerden per maand hebt in een land, ja, daar moet op dat niveau werk voor te hebben, dat is pittig. Ja, dat kan bijna geen economie aan, denk ik. Nee, het is ook echt een demografisch probleem in die zin, ja. En is er nou ook nog iets, Olaf, wat jullie wel hebben gefilmd, maar wat uiteindelijk niet in de documentaire terecht is gekomen? Wat wij niet hebben gezien? Ja, waarschijnlijk al meer. Nou, we hebben best wel, je moest natuurlijk enorm veel keuzes maken, maar je ziet zijdelings appelboeren. We zijn naar Mashobra, naar het Himachal Pradesh gegaan. Dat is de appelprovincie, of ja, hoe zeg je het, staat, moet ik zeggen, van India. Dus daar komen, dat was beste appelmerk van India, zeg maar eigenlijk van heel Zuidoost-Azië. En ik heb daar appelboeren gevonden en mee gesproken, en dat zit dus allemaal niet in film, maar door die globalisering hun hele thuismarkt open zagen gaan, maar niet meer konden concurreren tegen de appels uit Japan of uit Peru of uit Chili was het. Zij zijn eigenlijk stil blijven staan in de jaren 50 door allerlei protection schemes, maar ze hebben ook niet geïnnoveerd, ze hebben geen nieuwe appelrassen geïntroduceerd, et cetera. En die zijn dus nu eigenlijk ten dode opgeschreven. Dus die populaire Himachal Pradesh appel, die legt het af tegen onze L-stars die hieruit. Ja, precies. En dat is natuurlijk globalisering. Ja. En ze zijn zich daar heel erg van bewust. Maar ze zien ook dat ze gewoon eigenlijk de boot gemist hebben. Ja. Jammer dat verhaal er niet in zit. Het verhaal wat je net vertelt, dat er niet in zit. Want dat geeft heel concreet weer van hoe zij weggedrukt worden. Ja. En dat staat ook een beetje haaks op het verhaal van Pankaj. Ja. Die zegt, ja, zo moeten we leven. Tenminste, dat beeld kreeg ik. Ja. Ik dacht toen, ja, maar niet iedereen kan zo leven in India. En wat jij nu zegt, dat laat het eigenlijk goed zien. Ja, waarom dat zo is. Kijk, ik zat niet aan de knoppen. ik was in dit geval de researcher. Mijn collega Su Chen Tan, die heeft er deze film van gemaakt. En heeft keuzes daarin gemaakt. Ik zou het anders gedaan hebben, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Maar dit was dus een van de verhalen die is blijven liggen. En het illustreert wel heel mooi. Een tweede heel kort verhaal is dat datzelfde gebied, Himachal Pradesh, wordt namelijk door de echte elite van India gekoloniseerd doordat ze gewoon letterlijk hilltops kopen. En daar de top afhalen. Gewoon letterlijk de grond eraf. En daar worden gewoon resorts neergezet. En dat gaat echt. En dat is gewoon investeringsgeld. Dus al die rijke Indiërs, dus die zoveel promiel van de bevolking, die miljoenen heeft, die moet ergens geld. En dat komt dus daar terecht. Wat in de zomer dus leidt tot gigantische verkeersopstoppingen. Erosie. Dat is echt vrij ernstig wat daar gebeurt. Maar die mensen hebben echt geen benul en geen sjoegen wat daar gebeurt. En dat zie je dus ook, die teloorgang zie je daar ook. En dat gaat binnenkort een keer clashen, daar ben ik van overtuigd. En dat is ook nog een documentaire waard. Ja.
neem vooral ook deel aan het gesprek. We gaan er zo nog op door. Maar ik ga even naar, naar jou, Jos. Want jij bent professor koloniale geschiedenis en wereldgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. En jij bestudeert India en Azië eigenlijk ook al jaren. Maar dan op een periode, een veel langere periode hiervoor. Maar jij stelt eigenlijk van, nou ja, dat wat ik net op de slide al liet zien, globalisering als leven in een gedeeld heden. Alle landen zijn elkaars buren geworden. We worden ook geconfronteerd. We werken met elkaar samen, maar worden ook geconfronteerd met elkaars problemen. En net ook al hier de vraag hiervoor van wat moeten we met al die informatie? Jij richt je eigenlijk vooral op globalisering van ideeën. Niet alleen maar op de economische globalisering, maar ook op cultureel en politiek vlak. En jij stelt, eigenlijk is die globalisering, waarvan we nu zeggen van ja, daar zijn heel winnaars en verliezers en hoe moet dat nu in India, is al veel ouder. En hoe modernisering en verlichting en liberalisme als westerse ideeën worden gezien, daarvan stel je van nee, eigenlijk kunnen we die begrippen die wij als westers identificeren alleen maar begrijpen vanuit onze eeuwenoude relatie met Azië. Klopt het een beetje als ik dat zo samenvat? Ja. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen en hoe dat ons helpt om dit te begrijpen? Ja, als historicus is globalisering alleen maar een leuk onderwerp natuurlijk. Totdat we naar het heden gaan, en daar heb ik natuurlijk ook wel iets over te zeggen. Maar globalisering is eigenlijk bijna van alle tijden. Dus de Romeinse keizer die zich als Boeddha kleedt en de Boeddha die zich als Romeinse keizer kleedt en de Romeinse keizer die een Ushnisa heeft, dus een knotje in zijn haar, geeft eigenlijk aan dat de wereld al heel klein was voor sommige mensen. Dus wat je ziet is eigenlijk dat de globalisering enorm verbreed wordt, dat die dus echt maar zich afspeelt om de hoek. Maar het fenomeen dat je dus geconfronteerd wordt met mensen van ver weg en dat je daardoor beïnvloed wordt, dat is natuurlijk van alle tijden en dat doet ook je opnieuw, kijk, door ideeën die van ver weg komen ga je opnieuw nadenken over wie ben ik. Dus ook de identiteitsvraag van wie zijn wij, dat is eigenlijk altijd iets geweest wat ontstaan is in de confrontatie met ver weg. En er waren, vroeger had je dus de elite die, of handelaren, er waren altijd bepaalde segmenten in de samenleving die makkelijker contact maakten met de buitenwereld. En die dus gevoeliger waren voor die invloeden van de buitenwereld. Maar ik ben ervan overtuigd dat grote stappen die wij in de Europese geschiedenis gemaakt hebben, zoals de Renaissance of de Verlichting, dat kan je alleen maar begrijpen door naar globalisering in die tijd te kijken. Dus Europa dacht na over wie zijn wij, maar ook als gevolg door de confrontatie met wijsheden die veel ouder waren, die een eigen geschiedenis hadden. Dus men schrok zich een hoedje dat de wereld niet zo was als in het Oude en Nieuwe Testament werd voorgeschoteld in de 16e eeuw bijvoorbeeld. Mm. Dus er ontstaat dus het idee van wij zijn niet zo uniek en dan gaat men opnieuw nadenken wie we zijn. En ik denk dat een van de problemen in de geschiedschrijving is dat we te veel naar onze eigen navel kijken. En dat we dan denken dat een aantal kenmerken zijn van de Europese geschiedenis, maar niet realiseren dat die kenmerken juist zijn ontstaan in de interactie met de buitenwereld. Ja, ik heb daar een voorbeeld van, wat jij waarschijnlijk wel herkennen. Ja, dat ken ik goed. Ik heb net een boek geschreven voor het Rijksmuseum en ik ben net naar een tentoonstelling geweest in het Getty Museum. Dat ging over Rembrandt en dat ging over Rembrandt en de inspiratie van India. En Rembrandt, dat is een voorbeeld in de 17e eeuw, in onze Gouden Eeuw, maar ook de Gouden Eeuw van India trouwens. Ook een sterke eeuw van globalisering, 17e eeuw, onze Gouden Eeuw. Werden er heel veel miniaturen uit India in Amsterdam verkocht. En Rembrandt heeft een aantal van die miniaturen op de kop getikt. En die hebben hem dus eigenlijk geholpen in zijn ontwikkeling van zijn etsen, van zijn tekenstijl. En hier zie je eigenlijk een afbeelding van een Mogolkeizer. Jahangir. En het interessante hiervan is eigenlijk dat hij dus, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld, waarin je dus ziet dat er uitwisseling is van, in dit geval, schilders, maar ook schilderstukken, want er gingen ook inderdaad ook Nederlandse schilders helemaal naar India, er gingen Nederlandse schilders naar Zuid-India, en die voelden zich eigenlijk prima thuis in de gebieden waar ze naartoe reisden. Dus ze gingen vaak van hof naar hof. En als je dan in de 17e eeuw zit en je reist van hof naar hof, dan blijf je eigenlijk in een soortzelfde wereld zitten. Terwijl als je vanuit het hof het platteland opgaat, kom je in een totaal andere wereld. Dus het idee van globalisering is eigenlijk ook dat je moet naar de wereld kijken via lijntjes. He, mensen zitten online of niet. He, in de 17e eeuw zaten gewoon ook schilders, hovelingen, denkers, zaten gewoon op zo'n lijntje. Ja, alleen waren dat hele andere lijntjes dan er nu zijn. Dus die waren wat dunner. Maar Rembrandt is een voorbeeld van iemand die je zou kunnen zeggen toch een held van onze Gouden Eeuw, maar toch voor een belangrijk deel ook beïnvloed
door die interactie met India, in dit geval heel concreet. Ja. Ja, en het is opvallend dat we dat we daar helemaal ons niet zo bewust van zijn. Net als dat andere schilderij van Mondriaan, die we ook echt zien als de modernist. Maar dat hij ook geïnspireerd was door theosofie en ook door allerlei andere. Ja, nou, heel goed voorbeeld is ook Berlage. Dus we zijn natuurlijk een heleboel, zeg maar, Berlage associëren wij toch met moderniteit, met echt Europa. Maar hij werd enorm beïnvloed door Indiase filosofie. Hij was een theosoof ook. Ja, dus wat je dus eigenlijk ziet is dat de moderniteit ook altijd heeft nagedacht wie zijn wij en dan ook gezocht heeft naar inspiratiebronnen elders. En een belangrijke stroming is de theosofie. En die theosofie staat eigenlijk ook weer aan de basis van moderniteit. Ja, dus ook weer een ander voorbeeld, ook in dit geval, waarin je dus eigenlijk ziet dat onze helden van het Westen, van onze verlichting, van de renaissance, dat die dus eigenlijk ook mede beïnvloed zijn door die interactie. En tegelijkertijd als je goed gaat kijken als historicus, dat doen wij eigenlijk maar heel weinig, want wij blijven ook in Nederland erg naar onze eigen navel kijken. Maar als je zou kijken naar wat gebeurt er in de 17e eeuw in India, dan zie je daar ook globalisering. En dus ook daar komen ideeën vanuit het buitengebied richting India. En ook daar gaat men nadenken. Dus bijvoorbeeld de discussie tussen moslims en hindoes, dat is iets wat heel erg in de 17e eeuw speelde, als gevolg van globalisering. Hè, er komt er plotseling een nieuwe planeet bij, de nieuwe wereld, waar goud en zilver vandaan komt. Dat goud en zilver wordt door de Europeanen gebruikt om vooral naar China en India te exporteren. Want in de 17e, 18e eeuw was China en India, dat waren de grote economische trekkers. Ja. En die wereld komt eigenlijk nu terug. We hebben dus eigenlijk 2 eeuwen een hele uitzonderlijke periode gehad dat de Europeanen op verschillende methodes eigenlijk de wereld hebben kunnen domineren. Maar we gaan nu eigenlijk terug naar de wereld van voor 1800, 1750. Een beetje afhankelijk, niet helemaal duidelijk waar je de grens zou moeten leggen. Hè, maar in 1600 was een kwart van de wereldeconomie was China, een andere kwart was India. En je ziet nou langzaam maar zeker dat met die globalisering, dat is een positief effect, dat die landen weer terugkomen. Ja. En ons segment in die wereldeconomie gaat achteruit. Ja, dus één positief aspect van die globalisering op macroniveau, ik geef toe dat daar heb je eigenlijk op straat in Delhi misschien niet zoveel aan, maar op macroniveau zie je dat die verhoudingen weer terugkomen. Ja. Ja, die eigenlijk in de koloniale tijd eigenlijk zijn ondermijnd. En maakt dat dan ook dat jij dit weet, hè, dat deze beweging eigenlijk bijna als een soort cyclus zich nu weer op een nieuwe manier ontvouwt, dat je dan ook wat minder druk maakt over de problematiek die wordt geschetst, zoals in de documentaire? Omdat je, ik heb gewoon een heel goed leven natuurlijk. Dus ik maak me, of is het nu toch weer? Ja, nou, ik maak me er. Nou nee, ik ben gewoon, kijk, ik vind India toch eigenlijk ook wel, het bruist ook van het optimisme. En dat zijn ook die dromen die dan niet uitkomen. Ik vind wel een grote vraag die je kan zetten bij deze documentaire is wie veroorzaakt deze dromen? He, volgens Pankaj Mishra is dat vooral de globalisering en de markt. He, maar als er iets door de Indiërs is uitgevonden, is het de markt. He, dus in de India is altijd een sterk gemonetariseerde economie geweest. Dus nooit gesloten geweest. Een paar decennia is India gesloten geweest onder de onafhankelijkheid, meteen na de onafhankelijkheid. Altijd open geweest. Dus in mijn ogen is de belofte komt eigenlijk van links. Van het marxisme, van het socialisme, zijn allemaal gelijk. He, dus een samenleving die heel sterk hiërarchisch is, daar heb je minder te dromen. Dus je zou ook kunnen zeggen, de globalisering heeft natuurlijk wel geleid totdat mensen kunnen dromen. He, dus het is natuurlijk de verlichting maakt mensen onrustig. Want de verlichting betekent eigenlijk dat we gelijk zijn. He, dus je moet je wel druk maken. Als je gelijk bent, dan heb je dus een agenda meteen. Ja. He, dus ik denk dat dat ook een rol speelt. Ik ben natuurlijk ook voor gelijkheid. Maar ik constateer dat het niet alleen, ik geloof niet dat het de globalisering is die per se leidt tot het probleem. Okay. Wat hij constateert. Ja. Alleen. Niet alleen. Ja. Daar is meer aan de hand. Oké. Gaan we zo direct ook zeker nog op door. Zou je de microfoon even aan Sandra willen geven? Want dan gaan we ook eens even kijken naar onze rol hier in Nederland in de verhoudingen ten opzichte van India. Want Sandra, jij bent sinds een aantal maanden directeur van het Landelijk India Instituut. Zeg ik dat zo goed? Landelijke India Werkgroep. Landelijke India Werkgroep, sorry. En kun jij vertellen, Sandra, wat de Landelijke India Werkgroep zoal doet? En wat jij herkent in jouw werk, in wat we in de documentaire hebben gezien? Of misschien zijn er wel concrete dingen waar jullie iets mee doen op dit moment? Ja, nou, ik zal mijn best doen. De Landelijke India Werkgroep bestaat al ruim 40 jaar en is begonnen als een solidariteitscomité. En de afgelopen 15 jaar steeds meer zich gaan richten op de productieketens die een link hebben vanuit Nederland ook naar India en andersom.
bijvoorbeeld kleding, wat veel in India gemaakt wordt, wat door Nederlandse bedrijven daar geproduceerd wordt. Natuursteen, allerlei ketens waar er een link is tussen Nederland en India. En waar ook nog in die keten heel veel mis is. Nou ja, dat heeft natuurlijk linken met globalisering als zodanig. Maar daar zien we heel veel dingen, misstanden waar we ons als LIW druk om maken samen met lokale Indiase organisaties die daar lokaal zien wat er allemaal mis is en waar we gezamenlijk dan ook onderzoek naar doen en gezamenlijk rapporten over uitbrengen die we hier weer presenteren richting bedrijven, richting overheid om te kijken van, nou ja, zijn er ook dingen die we kunnen doen om dingen te verbeteren en die misstanden op te lossen, om het maar zo te zeggen. Kun je daar een voorbeeld van geven van projecten die op dit moment lopen? Nou ja, bijvoorbeeld, we hebben in het zuiden van India is een hele grote textiel hub, zeg maar. Waar heel veel een heel groot deel van de economie draait om de kledingindustrie. Waar ook dus deels. Door migratie veel mensen van zowel andere delen van India als van buiten India naartoe migreren om daar te werken. Maar die ook tegelijkertijd meteen in een kwetsbare positie terechtkomen, wat ook genoemd werd. Hè. Er werd gepraat over migreren van platteland naar de stad. En hoe je dan je sociale netwerk niet meer hebt, et cetera. Nou ja, binnen India, vanuit de armere delen, noordoosten naar het zuiden van India. En ook een andere taal spreken, et cetera, maakt je ook meteen kwetsbaar. En daar hebben we gewoon voorbeelden van jonge vrouwen die vanuit het noordoosten naar Zuid-India reizen. En daar gaan werken met contracten die eigenlijk al een soort van afhankelijkheid in zich hebben. Omdat het contract ook woning bijvoorbeeld in zich heeft. En dat maakt dat je dus afhankelijk bent van werk en woning. En dus niet zomaar meer kunt opstappen. En ook dat je een deel van je geld pas betaald krijgt als je er een aantal jaar gewerkt hebt. Dus dat zijn allemaal afhankelijkheidssituaties waardoor je in die arbeidssituatie gewoon heel veel misstanden krijgt. En dat zijn dingen waar je als kledingbedrijf in Nederland vaak geen weet van hebt. Dus door samen met lokale organisaties in India daar onderzoek naar te doen en dat op papier te zetten en hier uit te brengen, zorg je wel dat die bedrijven zich daar steeds bewuster van worden. Ja. En dat is onder andere wat we doen en waar we nu ook met bedrijven zelf aan het kijken zijn van hoe kun je als bedrijf daar dus meer grip op krijgen en proberen om die situatie te verbeteren. Ja, je bewust te zijn van de productieketen. Ja. En daarover in gesprek te gaan, dus met je leveranciers in India. Ja. Dus jullie zijn vanuit de India werkgroep niet zozeer in India zelf aan het werk om daar allerlei organisaties, mensenrechtenorganisaties te helpen, maar meer vanuit Nederlandse bedrijven, overheden, ook wel in Europa, te adviseren in wat kunnen jullie doen om de verhoudingen daar, de arbeidsomstandigheden, de rechten van mensen daar te bevorderen. Ja, eigenlijk een beetje in samenwerking. Hè? Dus het is een soort van taakverdeling die we hebben in die samenwerking met lokale organisaties, waarin de organisaties daar de situatie kennen, die met ons delen, daar onderzoek doen, samen met ons in de zin van zij doen het onderzoek, wij helpen om het ook verder te analyseren en op te schrijven. En hier dan, zij zien ook dat het helpt als wij hier die dingen, die rapporten ook kunnen publiceren en hier onder de aandacht kunnen brengen van die internationale bedrijven die daar weer invloed uit kunnen oefenen op de lokale leveranciers. En dat maakt het tot een soort van vruchtbare samenwerking, waarin je dus allebei je taak hebt en je werk kunt doen. Ja. En worden jullie dan makkelijk gevonden door organisaties en bedrijven, ook in India, met onderzoeken die
Dus bij jullie, waar wij jullie kunnen helpen om die te publiceren? Nou ja, 40 jaar LIW betekent wel al 40 jaar contacten met organisaties. Mijn voorganger zit daar op de stoel en die heeft wel degelijk heel veel contacten opgedaan. Ook de afgelopen, die 40 jaar. Dus het betekent dat we met een hele hoop partners al heel lang samenwerken. En ja, dat maakt natuurlijk dat het, dat je elkaar goed kent en want ja, daar is het natuurlijk wel ook deels op gebaseerd. Dat zij weten dat wij hier bepaalde dingen kunnen doen en andersom, dat wij weten dat zij ook een dusdanig netwerk hebben waar wij onze rapporten dan weer op kunnen baseren. Ja. Maar natuurlijk breidt zich dat breidt zich ook uit. En omdat je zelf vanuit Nederland weer in een nieuwe sector, een Zembla-uitzending over de farmaceutische industrie, waar je dan als organisatie weer eens over na gaat denken en eens wat probeert uit te zoeken bij lokale partners van, nou, wat gebeurt daar nou? Dus dat is wel iets wat voortdurend in ontwikkeling is ook. Ja. Ja, en dus dergelijke documentaires als de Tegenlicht documentaires helpen daar dus bij. En Sandra, wat merken jullie nu als organisatie van het huidige bewind in India? Is daar een ontwikkeling in te bemerken? En welke kant gaat dat op? Nou ja, ik ben zelf natuurlijk nog niet zo heel lang directeur. Ik ben vorig jaar pas voor het eerst naar India geweest. Op een toeristenvisum, die kreeg ik gewoon. Ook niet op een visum? Ik ging op vakantie, dus ik mocht met een toeristenvisum. Okay. Wat we merken, de voorbeelden zijn al geweest als het gaat om visa-problematiek. Dat is wel ook iets wat ik... wat we ook van partners wel horen, dat de ogen wel ook heel erg gericht zijn op organisaties die India soms in een wat negatiever daglicht stellen, waar wat niet voldoet aan de Indiase droom die de overheid voor ogen heeft. En dat maakt zowel voor lokale partijen, dat heeft daar invloed op, als voor internationale organisaties ook. Dat betekent dat je daar wel rekening mee moet houden en je daar bewust van moet zijn. Maar het is ook echt wel heel lastig om goed in te kunnen schatten wat de consequenties kunnen zijn en hoe... wat Olaf zegt van dan krijg ik geen visum, maar ik weet eigenlijk niet waarom niet. Tenminste, ik kan wel bedenken dat 10 jaar geleden er iets is gebeurd, maar ik krijg geen reden waarom ik geen visum krijg. Dat soort, dat maakt het gewoon natuurlijk wel lastig. Maar er zijn ook lokale organisaties en ook internationale organisaties die lokale kantoren hebben, die als een Amnesty en Greenpeace die onder druk staan om daar nog te kunnen opereren. Ja, dat is wel... Dat zijn wel gevolgen recent. Mogen jullie mee in de handelsdelegatie van Rutte? Sorry, mogen jullie mee in de handelsdelegatie van Rutte vorig jaar? Gerard, heb jij het gevraagd? Heeft het... Andere maatschappelijke organisaties soms wel, die dan zogenaamd alleen constructief bezig zijn. Maar een tijdje geleden zijn ook alle NGO's geweerd door India. Dus toen vonden ze het sowieso al vervelend dat er iemand maar iets negatiefs of positief kritisch zelf zou kunnen zeggen. Dus dat wordt steeds strikter. Onder Modi nog meer dan daarvoor. Maar daarvoor was het ook al geen lolletje. Dus het werk wordt wel bemoeilijkt. Jij mocht er ook niet in. Nee, al heel lang. Heel lang. Dus dat is niet van de laatste jaren. Dat is gewoon vanwege het werk wat we doen. En dat zeggen ze ook letterlijk van, jullie maken ons zwart. Zeiden, maar is het dan niet legitiem wat we doen? We werken heel bovengronds. Met partners die ook heel bovengronds werken. Nee. Dat kan niet. Nee. Er wordt echt heel kritisch gekeken naar organisaties die met mensenrechten bezig zijn. En, zijn er inmiddels nog andere vragen uit de zaal, daar achterin? Ik heb in de jaren 70 heb ik 3 jaar in Zuid-Azië gewerkt. Wat mij toen opviel was dat vooral de voedselproductie en de voedseldistributie, dat was eigenlijk het grote knelpunt. Dus toen had je de Naxal Bari en dergelijke en zo. En uit deze documentaire krijg ik de indruk dat het veel meer gaat om de werkloosheid en dan vooral om de jongeren in de steden. Mijn vraag is, zijn jullie het eens met die verschuiving?
Dus de verschuiving van de van voedseldistributie en voedselproductie naar jeugdwerkloosheid in de steden. Oké. Okay. Goede vraag. Wie wil daarop reageren? Ik weet niet of ik er genoeg zinnigs over kan zeggen. Maar ik weet dat India geen echt honger- en voedselproblemen heeft. Ze kunnen zichzelf voeden. En toen in de jaren 90 zeg maar, de poorten zijn opengezet en de vrijhandel een feit werd... volgens mij is voedsel, productie en distributie was geen probleem meer. En ik denk dat jeugdwerkeloosheid één van de aspecten is die op dit moment spelen en die door die globalisering... Kijk, door die globalisering, dat zegt mijn buurman ook, dat heeft ook heel veel positieve effecten, ook in India. Want die economie draait. Hè, want we kijken wel naar een bepaald aspect, maar de economie in India groeit nog steeds en behoorlijk. En dat doet het wel goed. Alleen, hij is ongelijk, hoe zeg je het, ongelijkwaardig. Niet iedereen profiteert er in dezelfde mate van. Er is een verschuiving. Maar ik durf niet helemaal zeker te zeggen dat er helemaal geen voedselproblemen meer zijn. Ik kan me voorstellen dat bij droogte daar nog wel eens Rajasthan of dat daar iets misgaat. Maar overstroming, of overstroming inderdaad. Ja. Maar volgens mij hebben ze het wel op orde dat ze die 1, hoeveel miljard Indiërs allemaal kunnen eten geven. Van onderaf, in ieder geval als voordeel van globalisering wel... iets aan dat voedsel, de voedselproblematiek. Ja, maar ik weet volgens mij is veranderd. Nee, dit is volgens mij de voedselproblematiek is opgelost door de introductie van kunstmest en de groene revolutie. Dat was de jaren 70. De landbouw. Maar dat voert misschien te ver. Maar dat is de oplossing geweest daarvan. Ja, dat heeft een boost gegeven. Ja. Jos, jij wilde ook nog reageren? Nee, ik kan het alleen maar beamen. Ik denk alleen dat je, als je naar India kijkt vanaf de onafhankelijkheid, 1947, een aantal regeren onder Congress-regeringen, dan in 91 gaat de markt open. Dan is het zo dat de grote, zeg maar, onderlinge verschillen zijn enorm toegenomen als gevolg van globalisering. Maar gewoon de macrocijfers zijn ook enorm verbeterd. He, dus eigenlijk vooral na 91, zelfs links- en rechts-economen zijn het erover eens dat het eigenlijk de situatie verbeterd is. Het is eigenlijk nu de vraag is eigenlijk een beetje hoe kan je eigenlijk de effecten van de globalisering kanaliseren, zodat er meer mensen zeg maar ook van kunnen profiteren, of moet je de globalisering helemaal tegenhouden? He, is het India first? He? Het aardige van Modi is dat het geen Trump is, omdat Trump zegt America first, maar Modi zegt omarmt de globalisering. Maar dat doet hij dan? Dat zegt hij in ieder geval. Dat doet hij veel minder dan dat hij zegt. Maar Modi is in ieder geval wel een soort held van de globalisering, zou je kunnen zeggen. Ik zou ook niet zeg maar hem willen adviseren om dat daarmee op te houden. Ja. Hiervoor, twee vragen. Nou ja, was India juist niet het continent, zal ik maar even zeggen, wat heel erg zelfvoorzienend was? Dus niet gericht op de buitenwereld. Ja, ik ben historicus. Ik zou eigenlijk zeggen, op de lange termijn had India altijd alles zelf. He, dus had eigenlijk niets nodig. En dus de Romeinen exporteerden al goud en zilver naar India. He, dus er wordt vaak gezegd, ook in de geschiedenis, dat India is een soort gootsteen van de edelmetalen. He, dus alles, India had gewoon geen behoefte aan zaken, behalve van edelmetalen. Het is altijd een zeer open economie geweest. Zelfs onder de Britten een hele open economie geweest. Misschien met uitzondering van de eerste deel van de 20e eeuw. En pas onder de regeringen na de onafhankelijkheid is het een veel meer gestuurde, gesloten economie geworden, waar ook heel veel kritiek op was, omdat het bij een gesloten economie kan je zeggen, nou ja, dat zijn er dus maar weinigen die bepalen wat er gebeurt. He, dus er waren veel meer geprivilegeerde groepen en er was dus veel minder transparantie over wie er eigenlijk profiteerde van die onafhankelijkheid en van die economie die toen, zeg maar, inderdaad ook ging groeien. Je moet zeggen dat na 1947 ging de economie een stukje beter groeien dan net daarvoor. Ja, onder de Britten was het 1% en daarna werd het 3,5%. Dat was de Hindu growth rate. Maar die 3,5% daar kan je India ook niet mee in de vaart der volkeren brengen. He, dus, en in 1991 krijg je dan ineens cijfers van 7-8%. En dat is, dat is richting China, zeg maar. Is een groei door liberalisering.
Liberalisering. En dat is, je zou kunnen zeggen, de globalisering, als je dat wil. Ja. Ja. Oké, dat was net nog een vraag. Ja. En die, zeg maar, die economische ontwikkeling, komt die dan toch voornamelijk ten goede van bepaalde kastes in het Indiaanse systeem? Want ik heb wel begrepen dat het wel officieel is losgelaten, maar dat het toch nog steeds bevoorrechte kastes zijn? Nou, ik denk niet dat je kan zeggen dat bepaalde kastes... Het is natuurlijk wel zo dat het kastsysteem bestaat nog steeds. Sommige mensen zeggen ook het is alleen maar erger geworden. Juist omdat bepaalde kastes aan de benedenkant bepaalde rechten kunnen ontlenen. Op basis van dat er juist een emancipator beleid wordt gevoerd. Bepaalde posten worden gereserveerd. En dat betekent dus dat er ook aan de onderkant... verbeteringen hebben plaatsgevonden, maar niet altijd rechtvaardige verbeteringen. Ook op basis van beloftes die bij verkiezingen worden gedaan, ook op basis van patronage. Dus je kunt eigenlijk niet op basis van een kastensysteem waarnemen wie erop vooruit gaat. Het is vooral de middenklasse en een hele kleine elite aan businessgroepen die natuurlijk het meeste geprofiteerd hebben ervan. Dat geldt natuurlijk voor de globalisering over de hele wereld, dat die groepen het meest profiteren en daar krijgen we maar geen vat op. Dat is een groot probleem. Maar dat is in India speelt dat ook. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen dat grosso modo dat je in India gewoon een grote groeicijfer nodig hebt om het voor de hele economie en voor de hele bevolking eigenlijk ook te kunnen verbeteren. Alleen je zult het beleid eraan moeten aanpassen. Ja. Een grote groeiende middenklasse is vaak ook gewoon goed voor een land. Hè? Dat voor iedereen. Dat zie je dus nu in Amerika, dat kalft af. Hè? Die middenklasse die verkruimelt en die komt in de armoedesfeer te zitten. Dus dat is dan wel weer heel positief in India. Klopt dat, beaamt u dat? Dat de middenklasse, wat hier inderdaad wordt genoemd, eigenlijk al een groei van de middenklasse goed dus is voor iedereen? Ik moet natuurlijk maar positief zijn. Daar kan je op verschillende manieren op. Maar het is in ieder geval zo dat er... ik kom nu al 35 jaar in India. En ik heb het enorm zien veranderen. Dus als je naar de Taj Mahal ging 30 jaar geleden, was ik daar de enige. Met een paar andere toeristen. En nu kom je er niet meer in. Want daar staat inderdaad... De Indiase middenklasse staat daar in de rij. En die kunnen veel goedkoper erin kopen dan ik bijvoorbeeld. Het is ook een soort divergentie in de tarieven tegenwoordig in de musea en dergelijke. Nee, dus er is een grote middenklasse. Ik vind ook dat het onderwerp van de film, dat gaat natuurlijk ook over een middenklasse die op zoek is naar identiteit. Een nieuwe identiteit. Dus er wordt gesuggereerd eigenlijk, en daar ben ik het ook wel mee eens, maar het is eenzijdig. Er wordt gesuggereerd dat onvrede leidt tot het stemmen op Modi. Maar het is ook de middenklasse die het goed doet, die ook stemt op Modi. Ja. Dus het is ook het zelfvertrouwen van een nieuwe middenklasse, die eigenlijk zorgt dat Modi het goed doet. Ja. Dus het is te eenvoudig om te zeggen van er is woede. En dus is er sprake van fundamentalisme. Of is er sprake van Hindutva-beweging. Dus die Hindutva-beweging is heel gevaarlijk. Maar dat komt juist omdat er ook een middenklasse is en ook een business elite is die dit ondersteunt. En die dus met dat hindoe-nationalisme de eigen economie willen beschermen. Is een soort protectie. Kun je het op die manier, of wat zou dan de motivatie voor die middenklasse zijn? Nou weet ik te weinig van. Ik weet alleen dat als historicus weer, dat in de jaren 40 dat heel belangrijk was. Dus onder de onafhankelijkheidsstrijders, de leiders van Congress, de Nehru's, daar was een hele belangrijke business elite die het beleid bepaalde en voor protectie was. Ja. En laten we wel wezen, Engeland heeft zijn eigen industrie in de 18e eeuw ook moeten beschermen. Ja. Tegen Indiase katoen. Want wat kan je nou doen tegen die Indiase textiel? Nou, door het heel goedkoop mechanisch te gaan produceren. En zo is weer hetzelfde verhaal wat ik eerder vertelde. Je kunt de industriële revolutie, daar kan je heel trots op zijn. Wij Europeanen, industriële revolutie, maar die komt natuurlijk ook doordat de Engelse textiel moest concurreren tegen die Indiase nijverheid. En dat is het 18e eeuwse verhaal. Dus je zou ook kunnen redeneren, ja, wil India zich ontwikkelen op industrieel vlak, dan moet je bepaalde industrieën ook beschermen. Ja. En dus hier is nog een vraag. Zou misschien een reden kunnen zijn waarom ook die middenklasse en de businessklasse op een hindoe-nationalistische premier stemt? Ja, ik ben het er erg mee oneens dat de Dalits of de kastelozen, maar ook bijvoorbeeld de tribalen, op dezelfde manier profiteren van de voortgang. Dat is absoluut niet het geval. Ze lopen in alles achter en dat blijft zo. En dat heeft ook met de middenklasse te maken. Die is erg geïnteresseerd natuurlijk in zijn eigen vooruitgang. Die ziet nu eindelijk kansen om rijker te worden.
Maar het heeft ook tot gevolg dat er weinig compassionate middelklasse is. Er zijn natuurlijk mensen uit de middelklasse die zich via maatschappelijke organisaties of vakbonden of op een andere manier druk maken om het lot van de armsten. Maar de meesten die gaan nu vooral voor hun eigen betere leven. Ja, dat is begrijpelijk, maar het betekent ook dat hun niet meer zo interesseert zoals in het verleden, toen het beleid daar ook meer op gericht was. Ja, misschien nog toen het nog niet het wilde kapitalisme was geworden van toen. Dat er toch wat meer beschermingen waren die mensen beschermen. Dat het nu het gevoel is van laat die mensen eindelijk die hindoes of die kastelozen en die moslims eens voor zichzelf zorgen. Moeten wij die nou pamperen? Dat is het gevoel. En dat gevoel is natuurlijk heel vergelijkbaar met het gevoel hier. Van moeten wij die immigranten wel hebben? Moeten wij. Het leeft erg op het populisme van waarbij ook mensen vooral naar hun eigen belang gaan kijken. Dus daar zit ook een heel groot risico voor India dat uiteindelijk wel gaat spatten. Nee, maar ik probeer eigenlijk toch. Kijk, ik ben het eigenlijk met u eens als u zegt wat u zegt over die Dalits. Ik heb alleen proberen aan te geven dat zo'n regime zich niet kan handhaven als iedereen erop achteruit gaat. Dus ze zijn ook aan de onderkant van de samenleving, de OBP, zijn er ook mensen die ervan profiteren. En dat wordt, dus je kunt India niet begrijpen door alleen maar de misstanden uit te vergroten. Want dan krijg je een eenzijdig beeld. En dat hebben we in de film gezien en dat hoor je meestal. Dus ik wil eigenlijk ook een ander beeld laten zien. Wat het er niet heel erg veel vrolijker op maakt. Maar het is toch goed om te realiseren dat. Ik bedoel, al mijn vrienden op universiteiten die roepen al 20 jaar dat er iets gaat veranderen. En elke keer wint de BJP weer. Dus als je dus met mensen spreekt in de straat, dan is de BJP. Hebben ze een heel ander beeld van de BJP dan op Jawaharlal Nehru University. De vorige regering heeft er ook een potje van gemaakt. Ja, we gaan toch nog even inzoomen, ook al is er inderdaad meer dan alleen die misstanden. We zoomen daar nog even op in, want Sandra, jij tipte de documentaire Reason van Anand Patwardhan, die vorig jaar ITVA gewonnen heeft als lange documentaire. Die eigenlijk aan de ene kant de religiositeit in India tegenover eigenlijk de reason, de reden, onderzoekt. En daarmee een beeld schet van eigenlijk een soort strijd die er in India als liberale, seculiere democratie, wat het dus eigenlijk in die zin ook niet meer is, gaande is. En om dadelijk nog even door te gaan op die economische ongelijkheid en die religieuze tegenstellingen en wat we daar nou mee moeten, kijken we even een kort de trailer van de documentaire helaas. Want ik kon er geen fragment uithalen, want hij is nog niet zomaar te zien. Jullie kunnen ook even anders aan de zijkant staan of op een stoel plaatsnemen. Dat kijkt net iets makkelijker. Het zijn geen leuke beelden die u te zien krijgt overigens. Oh, dan moet je even de... link kopiëren. Ja, nu wordt ons al de mogelijkheid ontnomen. Nou, we hebben toch even een omroep bericht. Gelukkig, we worden niet nu al weggehaald door lobbyisten uit India. Bijna. A mob beat to death 50-year-old Iqlaq after rumors that his family had allegedly consumed beef. Father ko maine dekha tha last le jab dekhne par bhi rok ab jaye wo ghar mein ghuse wo bas kisi ke haath mein laathi ke dande bed ke niche se eete nikali usko maarne lage bhaiya ko papa ji ko taang pakad ke ghasitte hue le gaye bahar.
Want daarin komt het kastensysteem als probleem en die sterke religieuze, fundamentalistische, radicale uitingen heel sterk naar voren. Dit is overigens een beeld van de stad. En dan moet ik weer even in mijn papieren kijken, want al die moeilijke namen die kende ik niet zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Eén momentje. Ayodhya. En dat is een stad waar een moskee al stond, ook al eeuwenlang, die verwoest is omdat dit de geboorteplaats van de god Rama zou zijn geweest. En nu die plek ook voor moslims niet meer toegankelijk is. Maar hoe komt het nu eigenlijk dat religieus fundamentalisme zo ontzettend sterk wordt? En als we die beelden van net zien, dan echt tot zware misdrijven en lynchpartijen en allerlei ellende zorgen. En Mishra die zegt daarbij eigenlijk van ja, het is niet zozeer de ideologische of de theologische verschillen, maar het is echt die economische ongelijkheid, dat het extreem verlangen, Jos, wat jij net ook al noemde, naar gelijkheid, wat die woede, het ressentiment, zoals Mishra dat noemt, verklaart. Maar klopt dat? Is het echt de economische ongelijkheid, globalisering, wat een soort doel heeft om mensen gelijk te laten zijn en iedereen te laten profiteren, wat ook zorgt voor dat religieuze fundamentalisme? Dat is een grote vraag. Maar ik kan wel zeggen dat het voorbeeld waar we mee begonnen wordt in Reason, in Dadri, dat was ook een van de casussen die wij eigenlijk wilden laten zien. We zijn uiteindelijk op die andere Vetnagar, dat is ook zo'n figuur. Maar we kwamen erachter dat er de laatste, zeg maar sinds 2014, heel veel, vooral mannen, zich ineens profileren als een soort uber-hindoe. En onder het mom van religieuze argumenten, vooral moslims te lijf zijn gegaan en nog steeds gaan. Lynchen en al dat soort dingen. Met een van die andere figuren heb ik via een tolk gesproken. En die jongen was zeg maar tot een half jaar daarvoor nog gewoon student op een of andere universiteit in Uttar Pradesh. In de Meerut volgens mij. En die zag dat als die dit ging doen, dat hij daar economisch veel meer baat bij had. Want hij, dat wordt ook gezegd door Snigdha Poonam, ineens ben je lokaal een hele manier. Je kan beschermgeld gaan vragen, je krijgt een soort van status bij de politie. Dus heel veel van die jongens doen het uit economisch gewin. En we gaan eigenlijk de politiek in en geven hun economische ambities om, hoe heet het, advocaat of ondernemer te worden, geven ze op. Want ze zien dat dit eigenlijk lucratiever is, sneller. En mag je dan zeggen dat voor de hele groep zo geldt? Ik weet het niet, maar ik heb er een aantal gesproken die echt uit economische motieven dit doen. Omdat ze het andere pad minder aantrekkelijk vonden. Ja. Dus deels klopt die stelling van Mishra. Sandra, jij wilde nog reageren, want jij raadde ook deze documentaire aan. Want je zei, die religieuze tegenstellingen, dat is wel degene waar ik het meest bang voor ben eigenlijk op dit moment als ontwikkeling in India. Nou ja, ik bedoel, ik leer India nu kennen. Ik ben niet zoals de heren naast mij al 30 jaar met India bezig. En deze 4 uur durende documentaire, die deed me wel beseffen van oké, er zit wel, het is wel heel heftig wat er gebeurt. En ook, kijk, zo'n vraag, ik kan hem niet beantwoorden. Ik heb geen idee waar dat nou echt ook allemaal vandaan komt. Ik bedoel, je ziet dingen, je hoort dingen. Maar ik vind het wel, ik vind dit wel hele heftige beelden en hele heftige voorbeelden. En waar we het net over hadden, dat hele groepen daarmee uitgesloten worden van ook vooruitgang, maar überhaupt van bijna overleven. Dat vind ik wel heel ernstig. Dus daar schrik ik wel van. En daar denk ik van, dat
ja, dat vind ik wel enge ontwikkelingen. En ja, ik kan me veel voorstellen ook bij die economische. Ik bedoel, ik heb zelf jarenlang in Colombia gewoond. En dan zag je ook dat jongelui zich aansloten. Of bij de guerrilla of bij de paramilitairen. Omdat dat het baantje was wat je gewoon als jongen van het platteland kon krijgen. En dan kreeg je in ieder geval wat inkomsten wat je aan je familie kon sturen. Er zat geen ideologie verder achter. Dus daar kan ik me wel een hele hoop bij voorstellen. Maar ja, daar zit natuurlijk wel ook nog een hele hoop boven, wat niet die jongelui zijn en wat eigenlijk, nou ja, dat ook een beetje aanstuurt. En ja, dat vind ik wel, wel eng. Dat is absoluut waar. Dat Modi, nou ja, dat Modi en consorten dit niet veroordelen, dat is natuurlijk eigenlijk heel tragisch. En dat, want daardoor krijgen ze de ruimte om het te ontwikkelen. Maar die Modi en de regering zou gewoon moeten zeggen, dit kan niet. Dit is tegen elke regel van onze seculiere maatschappij in. Maar dat gebeurt niet. Dus dat is het gevaarlijke, ja. Maar is dat een mechanisme vice versa? Hoe reageren de moslims erop? En hebben die ook politieke macht? De positie van de stem van de moslims in deze gebeurtenissen? Nee, moslims zijn natuurlijk een minderheid. Dus ik heb net al verteld, voordat we begonnen, dat er ook een soort affaire is dat helden uit de geschiedenis van India die door moslims worden ingevuld, dat er plotseling dan straatnamen moeten worden veranderd. En in dit geval ging het om een grote mogelvorst, Aurangzeb. Die wordt dan, daar wordt dan steeds meer druk dat die straatnamen moeten worden veranderd. Dus ook de hele geschiedenis mag eigenlijk niet positief zijn over de invloed van de moslims. Ook niet over die van de Britten. Ja, dus wat je eigenlijk ziet, dat thema, zeg maar, religie en reden, dat komt zelfs, zeg maar, in het bolwerk van de reden, de universiteit, komt dat terug. Hè? Want geschiedenisboekjes worden herschreven. Er worden allerlei collega's aangesteld aan universiteiten op basis van hun politieke en religieuze achtergrond. Trouwens ook soms omdat ze een sociale achtergrond hebben. Want er zijn ook bepaalde plekken die worden gereserveerd. Ja, dus de reden in India, hier ben ik veel minder positief over dan over globalisering. Ik denk eigenlijk zelfs dat als je dit een beetje wil tegengaan, moet je vooral blijven globaliseren. Dat is zo te kijken. Dus tegenaan. Maar ik vind deze Hindutva, dit fundamentalisme, is een van de gevaarlijkste ontwikkelingen. Ja. En ik ben het ook mee eens dat het vaak heel lucratief is om die identiteit aan te nemen. Hè? Dus om mensen op die manier te mobiliseren. Hè? Dus daar moet, dat is ontzettend gevaarlijk. Ja. En het heeft natuurlijk ook te maken met, het is al fout gegaan in 1947, omdat de moslims hadden een eigen staat. Dus wat blijft er over? Nou ja, dan moet het wel een Hindoestaat zijn. He, dus ik merk het zelfs in de klas als er mensen zijn van Hindoestanen, dus via Suriname, die hebben dan thuis gehoord dat de geschiedenis van India is eigenlijk het Mahabharata. Dat is een epos. He, dus dat zou eigenlijk betekenen dat ik in mijn eerste jaar Europese geschiedenis zou ik daar gewoon moeten beginnen met het Oude Testament. He, en het is de geschiedenisboekjes die worden herschreven in India gaan voor een deel ook terug naar het Mahabharata. Of in andere teksten waarin staat dat India eigenlijk al de atoombom 2000 jaar geleden heeft uitgevonden. En dat is gewoon ook een reden. Ja. Een van de redenen dat ze dat doen, zeggen ze van ja, maar jullie hebben eigenlijk, dit is wat jij hier vertegenwoordigt, is een westers project. Hè, die kennisvergaring die jullie doen, dat is 2 eeuwen is dat, bestaat dat nu, dat hebben jullie kolonialen aan ons opgelegd. Hè, dus je kunt het zo gek niet denken eigenlijk, of het wordt gedoseerd op de universiteit. De afdeling waar u voor werkt is koloniale geschiedenis. En global. En global. Oh ja, dat is er wel aan toegevoegd. Maar ik heb altijd India als, zeg maar, beginpunt gehad, om naar de wereld te kijken. Hè, maar wat ik dus eerst dacht van, nou, dat is een achterhoedegevecht. Mensen die in de Mahabharata gelopen als geloven, als geschiedenis. Dat is enorm een opkomst. Hè, dus de geschiedenis, de rationele geschiedenis, dus aanhalingstekens moet je erbij zeggen, tegenwoordig, want de postkoloniale kritiek heeft dat ook allemaal onder vuur gezet. Hè, maar ik zou zeggen, het is hoog tijd om weer te geloven in de ratio in India. He, en dat doe je eigenlijk door India te verbinden met de buitenwereld. En niet door de zaak dicht te gooien, zoals misschien sommige mensen willen. Dus eigenlijk meer globaliseren, ja, als meer wat je net noemde. En is dan ook hangt dat ook samen met, ik ga even een paar slaatjes naar voren, met wat Mishra zegt. Die constateert namelijk, er bestaat vandaag de dag geen overtuigend universeel antwoord op de politieke en economische ideeën van het Westen. Hoewel die in grote delen van de wereld in toenemende mate ziekelijk en gevaarlijk ongeschikt lijken. Gandhi, de strengste criticus van deze ideeën, is vandaag de dag een vergeten figuur in India. Dus zoals Mishra stelt, komt het ook voort uit een soort gebrek in India aan
nieuwe verhalen, nieuwe ideeën, waarin bijvoorbeeld menselijke waarden als solidariteit, verbroedering, spiritualiteit, wat natuurlijk ook eigenlijk heel erg eigen is aan de oudere Indiaanse beschaving, een gebrek daaraan, dat maakt dat ja, nu die westerse ideeën die eigenlijk niet meer werken, juist deze tegenstellingen versterken en de opkomst van het extremisme. Nee, maar de dingen die wij mooi vinden, die associëren wij met onze eigen geschiedenis, met die van de verlichting. Kijk, op zich heeft de islam, dat geldt ook voor Saudi-Arabië, waar ook een prachtige documentaire over te zien was, dezelfde gisteren. Mm-hmm. Maar dat geldt ook voor India. India is een enorm diverse cultuur en ook het hindoeïsme heeft heel veel diverse tradities. Je kunt er elementen uithalen die heel dicht staan bij onze verlichting. Alleen, dus wat je ziet is eigenlijk dat juist het militante, het machismo-hindoeïsme, dat juist door de BJP heel sterk wordt gestimuleerd. Ja. Ja, dus het is ook van belang dat niet zozeer vanuit de verlichting, maar vanuit de eigen Indiaanse traditie daar weer aan wordt gegeven. Ja, precies, en dat is ook wel mogelijk. Ja. Ja, er zijn ook al mensen die vanuit het hindoeïsme daartegen protesteren, maar die stemmen zijn niet heel erg sterk. Nee. Ja, dus wat je dus eigenlijk overal op de wereld ziet, is dat eigenlijk juist de fundamentalistische vormen van religie op dit moment de overhand hebben. En dat is nou eenmaal makkelijker te verkopen. Ja. En hoe minder globalisering, hoe makkelijker. Ja. Ja, want in die zin is het natuurlijk ook gek, omdat het hindoeïsme als religie, als je het al een religie kan noemen, dat is het zeker, maar is lastig als in een extremistisch fundamentalistische beweging, omdat het natuurlijk eigen is dat het een zo'n circus aan goden en aan verhalen is, zonder paus of zonder één strikte leer. Het is eigenlijk een hele open, pluralistische religie, met ontzettend grote diversiteit aan groeperingen daarin. Dus dat daar nu zo sterk aan één hindoe-nationalist is eigenlijk in strijd met de religie zelf, zou je kunnen zeggen. Oh ja, we hebben natuurlijk ook Gandhi. Hè, maar Gandhi wordt dan ook weer bekritiseerd als iemand die eigenlijk het hindoeïsme heeft geleerd in Londen. Hè, dus eigenlijk de Bhagavad Gita in het Engels las. Hè, dus er wordt op alle manieren wordt er natuurlijk toch weer het Westen erbij gehaald om bepaalde politici weer in een duister daglicht te zetten. He, dus ik denk eigenlijk dat extreem links, zeg maar, in het bekritiseren van de verlichting eigenlijk toch ook, zeg maar, heel dicht bij het fundamentalisme komt. Want er ontstaat dus een soort gat, wat dus door het epos, door allerlei ideeën over het Mahabharata daar kunnen worden ingevuld. He, dus het is eigenlijk heel belangrijk om, zeg maar, het grote midden, zowel in het hindoeïsme als in de islam, de mystieke islam, als in onze eigen traditie, om dat te ondersteunen. He, dat is belangrijk, zodat je dus eigenlijk ook, inderdaad, die solidariteit, die ontbreekt natuurlijk ook in India. En die middenklasse is ook maar de vraag of die voldoende die solidariteit kent, of dat ze gewoon zegt, we komen op voor onszelf, want we zijn zo blij dat we uit de modder zijn getrokken, dat we gaan niet, die willen gewoon laten zien dat ze het goed hebben. He, dus daar is nog enorm veel te doen. Ja. He, maar niet door juist de extreme kanten van het hindoeïsme te omarmen. Nee, precies. Ik kijk nog even, er was hier net vooraan ook nog een hand, of niet? Heb ik het mis? Nee. Hier was ook een vraag. Oh, kijk. Ja, u studeert dus de manier waarop ideeën door de wereld heen verspreiden. Dat is een onderdeel van uw expertisegebied. Je ziet nu een heleboel van die fenomenen dat er, zeg maar, dit soort mensen aan de macht komen door stemmen, omdat het makkelijk verkoopt, zoals u zegt. Ziet u dat als iets wat, zijn dat ideeën die door globalisering makkelijker te verspreiden vallen? En is die woede makkelijker van elkaar aan te steken omdat we steeds makkelijker met elkaar verbonden zijn? Of ziet u dat meer iets wat los op zichzelf staand in elke maatschappij toevallig ongeveer op hetzelfde moment opkomt borrelen door andere mechanieken of systemen? Dus of er ook een soort emotionele globalisering gaande is, zeg maar. Of we elkaars emoties overnemen mede door globalisering. Maar ik vraag me af of dat het is, of dat het iets anders is in uw optiek. Zeg maar, hoe komt het dat er overal van die parallellen te zien zijn? Ja, nou, dat is een ontzettend goede vraag, maar ook heel erg moeilijk te beantwoorden. Ik heb er wel een antwoord op, maar dat maakt het wel ingewikkeld. Kijk, op zich denk ik wel dat als je kijkt naar het verleden, hè, dan voor de moderniteit, hè, het zijn grote theorieën, maar ik probeer het maar. Daar kan je ook op schieten en dat klopt er weer niks van, maar goed, ik probeer het toch. He, dus dan, zeker in India, kon je allerlei identiteiten met elkaar relatief goed met elkaar combineren. He?
Sommige mensen gaan heel erg ver en die zeggen eigenlijk, als je naar Indiase dorpen ging, dan kon je zowel moslim als hindoe zijn. He, dan was je gedeeltelijk was je moslim, maar je ging ook naar de lokale tempel. En er is natuurlijk een geschiedschrijving die zegt, dat is eigenlijk met de moderniteit en met de koloniale periode, moesten mensen een keuze maken. Ben je hindoe of moslim? Als je moslim was, ging je naar Pakistan. Als je in India was gebleven, dan wordt het tijd dat je nu naar Pakistan gaat. He, dus het is ook het idee van de natiestaat, waar maar één identiteit bij hoort. Dus op het moment dat je dus behoefte is aan een hele duidelijke identiteit, dan val je dus heel vaak in dit soort hele duidelijke antwoorden. Wie zijn we? Er zijn 5 zuilen in de islam. Dus daar voldoen we dan maar aan. Dat is hartstikke duidelijk. Het is veel minder duidelijk als je het opengooit en zegt, nou ja, iedereen heeft zo zijn relatie met God. He? Dus ik denk dat gewoon de eenvoud die je kan formuleren op de vraag van wie zijn we, dat de aantrekkingskracht is van fundamentalisme. He, maar dat is de eenvoud van de retoriek, van de politiek, maar het is niet de werkelijkheid. He, dus dat betekent eigenlijk dat mensen moeten zelf moeten denken, mensen moeten zelf hier een positie in bepalen. En dat betekent heel belangrijk onderwijs, lezen, op googlen, internet. He, dus mensen moeten zelf nadenken. En natuurlijk zijn er allerlei uitwassen. En het is ook niet helemaal duidelijk hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar ik denk dat dat de grote aantrekkingskracht is van fundamentalisme. Het is een heel duidelijk, eenduidig antwoord wat je makkelijk kan definiëren. Ja. En wat ook te maken heeft met onze moderniteit en de natiestaat, waar we dat ook allemaal willen. Ja. Dus ja, het is heel complex. Vind ik. Maar, en denk ik, voorafgegaan aan een grote tijd van onzekerheid. Want er is natuurlijk in al deze samenlevingen, maatschappijen, economieën een tijd geweest waarin waar we even footloose waren. En waar we even niet wisten waar we nou precies aan toe waren. En wat je ook terecht zegt, we moeten onszelf dan herijken. En dan kunnen dat soort ideeën inderdaad op geld doen. Ja, maar mensen komen dus van het platteland, hebben een bepaalde vorm van religie. En die gaan dan naar de stad. Komen in een hele andere samenleving en die zoeken toch naar een soort vertaalslag van het leven waar ze vandaan komen en willen zich dan ook handhaven in de stad. En dan krijg je van dit soort moderne religieuze opvattingen die heel rigide zijn en heel fundamentalistisch zijn. Ja, dus ik denk dat dat ook een probleem is van transitie. Ja, van waar afwachten hoe dat gaat lopen. Ja, en wat aan het eind van de tegenlichte aflevering ook werd laten zien. Hè, van willen mensen wel steeds weer die veranderingen en daarin meegaan? Hebben mensen niet gewoon behoefte aan gemeenschap, betrokkenheid met naasten en een duidelijke identiteit en een doel en een bestemming? Dat wat natuurlijk ook voor. Ja, zeker. Ja, want dat vond ik wel heel. Ook wel weer herkenbaar wat we denk ik hier in Nederland ook zien. Hè? Je ziet gewoon natuurlijk ook een soort van beweging weer naar deels weer meer solidariteit, meer het kleinschalige, het op een andere manier je leven inrichten. Ik denk dat wij ook wel in ons werk zien dat ook op dat niveau van middenklasse en bedrijfsleven er ook op een andere er ook tegenbewegingen zijn van ja, ik wil best geld verdienen, maar ik wil dat niet alleen maar doen over de rug van andere mensen. Ik wil dat ook op een verantwoorde manier doen. Dus daar zie je sociale ondernemingen poppen overal op. Dat zie je ook over de hele wereld terug. En dat vind ik wel weer heel bemoedigend. Ik had altijd het idee, ja, alleen NGO's kunnen maar goede dingen doen. Inmiddels weet ik dat je ook als bedrijf en als dat er ook gewoon genoeg mensen in het bedrijfsleven zijn die goede dingen willen doen. En dat je daar dat samen dan beter voor elkaar kunt krijgen. Dus dat ja, die positieve ontwikkelingen, die zie ik ook wel weer. En hopelijk krijgt dat op een gegeven moment ook weer een overhand en dat ook weer mensen aantrekt om. Maar mij inspireert dat wel weer om door te gaan en samen met anderen daar mijn hart voor te maken. Zeg maar. Ja, dus meer dan bedrijven die alleen maar geld verdienen om het geld verdienen, zeg maar. Ja. Maar meer daar andere waarden ook mee stimuleren. Ja, goed voorbeeld. Ik ben het helemaal mee eens, juist omdat het de kracht aangeeft van verandering en van de veranderingen die mensen zelf bewerkstelligen. En daarom vind ik Pankaj eigenlijk veel te negatief. Hè? Hij schetst een soort ideaalbeeld waarvan ik denk dat kan niet. Iedereen zijn eigen huisje, het liefst natuurlijk in Himachal Pradesh tussen de appelboomgaarden en zijn eigen leventje en tuintje. En die mensen willen allemaal geen verandering. Laten we dat allemaal gaan doen. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar je kunt natuurlijk wel de globalisering lokaal
zo sturen of proberen te sturen dat mensen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden krijgen, fatsoenlijker leven kunnen leiden, dat ze niet door een groot dammenproject ineens 100 kilometer verderop moeten verhuizen waar ze geen woning hebben, geen lapje grond, niks. Dus daar moet, en dat is een veel moeilijker zoektocht, want dan moet je echt kijken binnen de ontwikkelingen, hoe kun je die mensen aan de onderkant een beter leven geven, maar niet door te zeggen van, nou ja, laat ze allemaal zo gaan leven zoals hij. In feite doet hij, dat vond ik een pijnlijke ironie bijna, die journalisten die schetsten van iedereen wil bij ons een vakantiehuisje, de wereld rondreizen enzovoort. En wie doet dat? Meneer Pankaj. En ik gun het hem van harte, daar gaat het niet om. Maar het is een raar soort tegenstelling in de film. Hij noemt het zelf ook aan het begin, ja, dat klopt. Maar het is een gekke tegenstelling. Ja, we gaan even nog naar een paar andere. Oh ja, oké. Okay. Het woord is er net gevallen, onderwijs. En hoe zien jullie de staat van het onderwijs nu of misschien ook in het verleden in India? Is die gezond? Is die seculier en onafhankelijk, open voor veel mensen? Of, want die heeft hier wellicht een heel grote rol in. Ja, zeker, belangrijk punt. De rol van het onderwijs. Hoe staat het daarmee? Nou, het is ook heel erg verschillend in India. Hè? Bijvoorbeeld in Kerala. Dat is eigenlijk vaak wordt gezien als een heel goed voorbeeld van hoe onderwijs kan werken. Dus heel veel mensen kunnen lezen en schrijven. Heel veel vrouwen hebben een hele actieve rol ook in de samenleving. Dus er is een deelstaatregering die daar, ik moet zeggen in dit geval een marxistische deelstaatregering, die dat heeft geïmplementeerd. Op universiteiten gaat het dus bar slecht mee. Dus om de redenen die ik aangaf. Politieke benoemingen, herschrijven van boekjes. Mensen die gaan geloven in het Mahabharata en dergelijke. Men laat een beetje onze universitaire wereld laat men los. En dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Dus ambivalent. Dus in sommige deelstaten, vooral op een wat lager niveau, is er heel veel vooruitgang geboekt. Maar juist op het hoogste niveau, universitair niveau, is er natuurlijk ook sprake van een brain drain. Alle goede mensen die ik 30 jaar geleden tegenkwam in India, die zitten nu allemaal in de VS. En doen het daar uitstekend, trouwens. India heeft fantastische historici in mijn vakgebied. Maar dat geldt ook voor de high-tech. Fantastische mensen afgeleverd. En men is ook het besef dat dat goed is voor India. Dus je kunt niet te ver gaan met die Mahabharata. Maar ja, vooral in mijn tak van sport, sociale wetenschappen, geschiedenis. Ja, daar gaat het gewoon heel slecht mee. Mm. En dat is dus zorgelijk. Ja, dus in de verschillende deelstaten is nogal een verschil, maar dat is ook heel duidelijk tussen het hoger onderwijs, universiteiten en lager onderwijs. Ik kan één anekdote, het is niet helemaal onderwijs, maar we wilden met Pankaj op Jawaharlal Nehru University in Delhi draaien. We kregen geen toestemming van de hoogste board, want hij was een criticaster van Modi en ze wilden geen ellende hebben ten aanzien van hun universiteit. Maar dat is heel interessant, omdat dus eigenlijk ook in de VS hetzelfde geldt. Hè. Er is een enorme tegenstelling tussen de campus, de Ivoren Toren, en zeg maar de samenleving. Dus men heeft het idee dat het liberale Amerika, dat zit vooral op de universiteiten. En de JNU, waar ik zelf ook een half jaar gestudeerd heb, dat is een marxistisch bolwerk. Maar ook een bolwerk van ratio. Daar wordt goede geschiedenis bedreven. Ik bedoel, ik heb op zich niks tegen marxistische historici. Daar kunnen best goed werk doen. Maar er is een enorme kloof met de samenleving. Het is een soort enclave van liberaal denken. En dat lijkt heel erg veel op de VS. Hè, waar eigenlijk ook zo'n enorme kloof is tussen de intellectuelen van de universiteit. De elite. Hè, waar je dus heel erg voor moet oppassen. En dan de samenleving die op Trump stemt, bij wijze van spreken. Dat is toch een beetje het beeld dat we hebben. En dat is in India eigenlijk ook. Ja, dus in die zin is het inderdaad echt een mondiale ontwikkeling. Hè. Dus de onvrede die hij bespreekt is wel terecht. Dat zijn gewoon om de gele hesjes. Hè. Dat zijn de Brexit, dat is Trump. Dus dat is echt een mondiale beweging. Hè. Maar dat vond ik wel goed neergezet. Maar hij zit inderdaad in de idylle van de Himalaya. Zit hij daar Flaubert te lezen. Ja, dat is natuurlijk toch... daar moest ik ook een beetje bij nadenken. Ja. Marie Antoinette, ja precies. Was er hier niet net nog een handopmerking, vraag? Achterin. Ik vroeg me af waarom jullie voor hebben gekozen om vooral de aflevering rond één persoon te centreren. Want er stond bijvoorbeeld een hele leuke discussie over de aflevering in de VPRO-gids. Maar in de aflevering zelf zie je vooral één perspectief. Kun je daar iets over vertellen, hoe je tot die keuze komt? Nou ja, nee, wat ik al in het begin ook zei,
wilde juist met Pankaj Mishra deze reis maken. En dit verhaal van hem proberen te laten zien in India. Dus dat maakt automatisch dat het zijn perspectief is. We vonden gelukkig ook nog een tweede perspectief in de vorm van Snigdha Poonam, de journalist, erbij. Die heel erg goed dat verhaal van de jongeren neer kon zetten. Maar het was wel heel erg voor opgezet om het zo te doen. En niet om een soort... Kijk, ja, dan moet je een andere film maken. En we kunnen eens in de zoveel tijd aandacht aan India besteden. Dit was een mooie gelegenheid. Ik denk, ja, ik ben tevreden zoals het er nu uit is gekomen. Maar het is ook niet een waarheidsvinding. Het was echt een keuze van jullie om met Pankaj samen die reis te maken. Ja. En zijn perspectief op de huidige ontwikkelingen te duiden. En dat laten we denk ik wel op alle manieren zien. Ja, ja, zeker. Nog een even wachten, mevrouw, want anders hoorden we u niet. Hoe lang zit Modi nog? Wanneer zijn we verkiezingen? Volgend jaar. Dit jaar, nee, toch? Nee, dit jaar. Dit jaar, nee, maart. Dit jaar? April, ja, maart, zeker. Ja, dus nee, hij, maar ik denk dat hij het wel wint, hoor. Dat is geen enkel teken. Ja, precies. In Rajasthan heeft het congres gewonnen. Ja, dus... Ja. We gaan het zien. Het zijn spannende tijden. Jij wilt nog... Ik dacht even. We gaan langzaam naar... Of heb jij nog één laatste vraag? Want dat mag, hoor. Ja, nou, heel goed. Heel goed. Daar hebben we precies nog tijd voor. Nou, u zei net wel iets interessants. Dat zeg maar veel van de onrust veroorzaakt. Deels wordt door het verlies van identiteit. Of in ieder geval misschien het verlies van nationaliteit. Ik weet niet welke identiteit u precies bedoelt. Maar... Je zou juist zeggen dat met alle zeg maar, mogelijkheden van technologie van nu, zou je kunnen stellen dat het makkelijker is dan ooit om samengestelde te vinden en dan identiteit te vormen om die groep mensen. Maar dat zie je toch niet helemaal gebeuren. Heeft u daar misschien een historisch perspectief op? Dus wat voor identiteit gaat het precies en zou inderdaad de openheid en sociale media daar niet juist bij moeten helpen? Gebeurt dat misschien? Waarom gebeurt dat niet? Mooie laatste moeilijke vraag. Ja, je vroeg een historisch antwoord. Nou, ik kan je een historisch antwoord geven. Dat is wat ik net al zei in de 17e eeuw. Ik bedoel, er was dus een keizer, Akbar, die ook nog zeg maar, als voorbeeld gold voor liberalen in Nederland trouwens, later. Die was inderdaad ook, ondervond de effecten van de globalisering en was op zoek naar identiteit. Eigenlijk voor zijn rijk, maar ook voor hemzelf. En wat hij deed was eigenlijk allerlei mensen uitnodigen. Zeg maar, bij wijze van spreken via internet, jezuïeten, moela's, Jains. En die nodigde hij uit naar het hof om met hem in debat te gaan over wat voor religie nou eigenlijk wel zou kunnen werken. He, dus het was echt een soort zoektocht naar identiteit. De 17e eeuw. He, dus, en dat is eigenlijk nu, wij kunnen allemaal Akbar spelen op het internet. He, dus je kunt eigenlijk je eigen identiteit construeren. Maar het is wel een enorme uitdaging voor diegenen die goed opgeleid zijn, zou ik zeggen. He, dus ja, ik vind het inderdaad ook prachtig dat kan nu. Overal kan je kennis van nemen, maar het is ook erg, erg ingewikkeld. En zeker als je net uit het platteland komt en je boterham maar net kan verdienen, hè, of net niet kan verdienen, dan ben je wel op zoek naar identiteit. Dat kan een soort troost zijn misschien, maar je kunt niet lekker achter de bureau via internet je eigen identiteit construeren. Wacht heel even. Is het hem uiteindelijk gelukt om met al die zeg maar, religieuze mensen om een nieuwe identiteit te vormen? Of? Ja, dat is hem gelukt. Koning Akbar. Dat is hem gelukt, ja. Dat is hem gelukt. Dat is het, nee, het bestaat niet meer. Hè. Dus hij heeft natuurlijk wel gezocht naar wegen. En er waren wel mensen die zeiden, hij heeft gewoon zijn eigen religie gesticht met hemzelf als profeet. Dat is natuurlijk het makkelijkst. dat hebben we dus daar moet je dan ook weer mee oppassen. Ja, ja. Ja, en natuurlijk is enige begeleiding, vindt die identiteit in je eentje met zoveel keuzes en waarbij alles wat je gezegd wordt ook weer relatief is en weer wordt tegensproken, vind dan inderdaad maar eens een identiteit waarin jij je helemaal kan vinden en denkt, ja, dit past bij mij en is ook nog eens goed voor anderen en voor de rest van de wereld. En daar speelt, wat hier net ook al genoemd werd, onderwijs speelt natuurlijk ook een hele grote en belangrijke rol in. Ja. We gaan naar een afronding van deze avond van deze meet-up toe. Ik ben nog even benieuwd en ik vraag u nog even, wat neemt u zo al mee van deze avond? Heeft het u nog iets opgeleverd, een perspectief? We begonnen met de vraag, wat heeft globalisering u gebracht en kunt u iets herkennen van die woede?
Kunt u daar nog iets over vertellen? Ik kijk u aan, meneer. Als u iets wilt delen van wat u meeneemt van vanavond. Ja, ik vind het met name interessant gewoon om juist het... Om een kijkje te hebben van hoe het allemaal gaat, bijvoorbeeld in India, juist de ontwikkeling en de ontwikkeling die zo ontzettend snel gaat in de economisch gezien, maar het blijkt dus ook de hele sociale ontwikkeling problematisch te zijn. Dus vond ik gewoon interessant om mee te krijgen. Ja, u heeft uw blik weer verruimd, verder geglobaliseerd, ja. Uzelf. Ja. Nog even voor u. Ja, ik vond vooral het historisch perspectief interessant. En dat in de 17e of 18e eeuw inderdaad China en India eigenlijk ook al grootmachten waren. Dus dat we misschien wel gewoon in een soort ziekte zitten. Ja. Vond ik een leuke, ja. Dankjewel. Hiervoor nog, mevrouw, wat neemt u mee? U heeft zo gauw geen antwoord. Iemand die nog iets wil delen over wat je meeneemt van vanavond? Misschien jou nog vragen? Ik zit eigenlijk met nog grotere vraagtekens. Ik was wel blij dat ik hier ook heb gehoord. Toen ik hem zag, kreeg ik het gevoel dat er een beetje een negatief beeld jegens globalisering was. En ik ben blij dat ik hier wat meer redenen voor of ook een ander perspectief op globalisering heb gehoord. Dus daar was ik blij mee, maar... De grote vraag is dus hoe je nou globalisering zo kanaliseert, zoals u het mooi zei, zodat iedereen ervan kan profiteren. En dat is ja, inderdaad een uitdaging en een vraag die ik graag wil horen. Ja, nou, daar is nog veel werk te doen. Wellicht dat de Landelijke India Werkgroep daar ook nog iets in kan betekenen. Ik wil graag een heel hartelijk applaus voor onze gasten. Heel erg bedankt voor jullie komst. Sandra Klaassen, Jos Gommans en Olaf van Oud-Heusden. We zijn er natuurlijk volgende week weer, dus dan bent u weer van harte welkom. Dit keer gaan we het over China hebben. Nou, dat is vanavond ook al even naar voren gekomen. Zeker zo interessant. Is er een reden om de Chinese dollar als wereldreservemunt te vrezen? Want ook die ontwikkelingen zijn op dit moment gaande. Dus gaan we naar de financiële sector. Dus u bent volgende week weer van harte welkom. Blijf nog vooral even na. Er is nog steeds Indiase chai, maar ook een alcoholische versnaperingen of niet bij de koffiestak te krijgen. En ik wil u heel hartelijk